Welkom in het Zeeuws Museum in Middelburg, gelegen aan het allermooiste plein van Nederland. Dit is een museum waar we je meenemen naar het verleden, maar we ook laten zien wat kunstenaars en ontwerpers van vandaag met dat verleden kunnen doen. Ga je met me mee? Dit schilderij van Hidenori Mitsue is een prachtig voorbeeld van hoe hedendaagse kunstenaars zich laten inspireren door onze oudere collectie, maar ook door de plek waar we zijn. Want als je naar dit schilderij kijkt en vervolgens kijk je door dat raam daar naar buiten, dan zie je hetzelfde. Het ene oud, het andere nieuw. In deze zaal laten we zien hoe Zeeuwen naar zichzelf keken door de eeuwen heen. Dat is enerzijds wat mensen verwachten, met hele rijke portretten, grote sieraden, bijzondere kleding, maar anderzijds ook een sobere, eenvoudige boer. En al die verschillende facetten horen bij Zeeland. Een van de markantste aspecten van de streekdracht, dat zijn de sieraden. En die sieraden ontwikkelen zich zo nu en dan van een gebruiksvoorwerp tot een voorwerp waarmee je je rijkdom kon etaleren. Een heel goed voorbeeld daarvan zijn de naalden waarmee vrouwen hun lijfje dichtregen. En dat ontwikkelt zich van een naald naar een speldje in het haar, langzamerhand naar een grote voorhoofdsnaald. In deze zaal hangen onze tapijten. En dit zijn de topstukken van het museum. Het zijn tapijten die zijn gemaakt in opdracht van de Staten van Zeeland ter gelegenheid van de overwinningen van de Zeeuwen op de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog. Ze zijn uniek, ze zijn nergens mee te vergelijken en van hele grote schoonheid. Ze zouden zo in het Vaticaan kunnen hangen of in een museum in New York, maar ze hangen hier in Zeeland. Dat is de ene kant, die schoonheid, dat unieke. De andere kant is dat het eigenlijk ook een soort documentaires zijn. En in die documentaire zie je een diep menselijk verhaal. Voor veel mensen is Zeeland synoniem aan zon, strand en zee. En wat is er nou fijner dan op het strand spelen met schelpen? Daarom hebben we aan het collectief We Make Carpets gevraagd om geïnspireerd door die indrukwekkende 16e eeuwse tapijten, hedendaagse schelpentapijten te maken. Bij kunstenaars is Zeeland beroemd vanwege het Zeeuwse licht. Dat is heel bijzonder. En twee goede voorbeelden van kunstenaars die zich daardoor hebben laten inspireren en ook in Zeeland heel actief zijn geweest, zijn Mondriaan, Piet Mondriaan, waarvan je hier een vroeg werk ziet, een figuratief werk, waar je al de overgang kunt gaan zien naar het abstracte. Er zitten al de horizontale en de verticale lijnen in. Maar ook Torop heeft zich echt laten inspireren door dat Zeeuwse licht. Het portret Gebed voor de Maaltijd heeft met zijn, ja, zijn zachte gele puntjes, geeft het een warme gloed aan een familieportret. En voor mij is het daardoor heel ontroerend en intiem. Dit zijn de wonderkamers. En de wonderkamers zijn eigenlijk een moderne variant van waar het museum vandaan komt. Dat waren rariteitenkabinetten. Dat waren verzamelingen die bedoeld waren om je te verwonderen over de schoonheid van de wereld, over de schoonheid van de schepping. En in deze kisten zit een verzameling voorwerpen waarbij kunst en wetenschap bij elkaar komen van over de hele wereld. Want Zeeuwen reisden over de hele wereld, handelden over de hele wereld, emigreerden naar de hele wereld. Dat vind je terug in deze kisten. Aan de buitenkant van de kisten hebben we aan kunstenaar Pepijn van de Nieuwendijk gevraagd om zich te laten inspireren door de voorwerpen die daarin zitten en aan de buitenkant een soort mythologisch verhaal te creëren waarin je heel veel voorwerpen die je in de kisten ziet terugvindt. Dus zowel binnen de kisten als aan de buitenkant draait het om verwondering en inspiratie.
Deze porseleinen vaas is denk ik een goed voorbeeld van de voorwerpen die Zeeuwen van ver weg terugbrachten naar Zeeland. Deze vaas is bijzonder omdat die zo ontzettend groot is. Dus het vakmanschap wat er nodig is om zo'n grote vaas te maken is ongekend. Konden wij in die tijd in Nederland helemaal niet. Sowieso konden we geen porselein maken in die tijd. Maar het is ook bijzonder omdat zo'n vaas heel erg kwetsbaar is. En als je bedenkt dat die dus helemaal vanuit het oosten hier naartoe gebracht is en dat die dan toch heel aankomt, ja, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Koen Hauser is een van de kunstenaars die zich heeft laten inspireren door het werk van Marinus van Rijmerswaal, De Roeping van Matthäus. En Koen heeft zich, toen hij dit werk maakte, heel erg laten inspireren door het feit dat die figuren erg verstild zijn, in zichzelf gekeerd. Nu, een aantal jaar later, met de ervaring van de pandemie, ben ik zelf heel anders naar dit werk gaan kijken. Het gaat nu voor mij heel erg over mensen die niet in staat zijn om contact met elkaar te leggen. Mensen die uit beeld verdwijnen en langzamerhand weer terugkomen. En dat is voor mij een kracht van kunst. Dat het je de middelen geeft, de mogelijkheden geeft om je ervaringen te verwerken en een plaats te geven in je leven. Het Zeeuws Museum is gehuisvest in de Abdij van Middelburg. En eigenlijk is die abdij ook ons grootste collectiestuk. Dus neem een kopje koffie, net als ik. Ga op ons prachtige plein zitten en geniet van de omgeving.